Goedemorgen, vandaag is het. Wat is het? Ik heb geen idee. Het is dinsdag vandaag. Ik heb echt een mega wond gewoon omdat ik heb zitten krabben. Ik ben al wakker vanaf 8 uur. Ik heb letterlijk geen oog dicht gedaan vannacht. Ik ben echt 20.000 keer wakker geworden. En ik ga nu ontbijten met een Red Bull. Fucking vies. Oh, ik heb zo lang niet gegeten of gedronken. Wat ik vandaag moet doen is, ik moet even onder de zonnebank. Ik ben bleek. Ik moet mijn wimpers laten doen, want dat ga ik morgen of dat ga ik vandaag weer doen. Ik moet even langs IKEA, want ik wil een nieuw dekbed overtrekken en ik wil iets van planten voor in mijn huis. En vanavond ga ik naar The Roast of Gordon. En daar heb ik heel veel zin in. Dat is echt heel leuk. Dus ja, ik voel me echt belabberd, maar ik heb genoeg te doen vandaag. Dus ik ga de deur uit en ik zit te twijfelen wat ik het beste eerst kan doen. Ik denk dat ik het beste eerst naar de IKEA kan gaan. Daarna naar de zonnebank, dan naar huis, daarna wimpers en daarna naar Hilversum. Ik heb er echt zin in. Bij de IKEA. Jee, lekker productief zijn vandaag. En ik ga vandaag aan mezelf afspreken. Ik ga geen troep kopen die ik niet nodig heb. Ik wil dus altijd zo'n vachtje. Maar bij IKEA vind ik ze er zo ranzig uitzien. Alsof er overheen is gepist of zo. Echt zo'n vieze gele piskleur. Het gaat echt niet helemaal goed bij mij. Ik heb net al mijn troep uit IKEA. Ik heb planten gekocht in de spiegel, weet ik dat. In de auto gedaan. En nu sta ik al een uur voor de zonnebank. In de auto voor me uit staren. Ik ga nu naar binnen. Joejoe. Oké, ik ga lekker een half uurtje onder de bank liggen. Zo, ik ben weer klaar. En ik ben aardig bruin geworden. En ik ga nu lekker naar huis. Ik kwam net onder de zonnebank vandaan. En toen facetimede ik Noor. En de zonnebank zit echt naast haar huis. Toen reed ik onderweg naar huis. Toen belde ik er. Toen zei ze, ja, waarom kom je dan niet hierheen? Toen dacht ik, dat is waar. Dus toen ben ik even teruggereden. Nu ga ik hier, ze is lekker, ze is mijn lunch aan het maken. Lover for life. En nu ga ik wachten tot Olivia wakker is. Dan ga ik Olivia knuffelen. Dan ga ik naar huis. Laat mijn trui maar even zien. Oh ja, dit is Noorder nieuwe trui. We zijn allebei ziek, dus ik kan even niet op de film. Je mag wel veel meer, schat. Oké, yes. Maar deze trui wil ik ook en ik ga hem nu bestellen. Wat een H&M. Love it. Leuk, hè? Maar nu bouw ik echt, zeg maar, ik had die merchandise gekocht bij die tour. Ik was letterlijk voor een trui en dat petje was ik 120 euro kwijt. Dat is echt niet normaal. En wat kost dit dan? Ja, 30 of zo. Maar het voelt, het is best wel een goede kwaliteit. Het is nog beter dan die kwaliteit van die merchandise. Kijk, van binnen, zo'n mega zachte trui. Oh, lekker. Zo, even aan hem verkocht weer. Echt, hè? Krijg je hier geld voor, Noor. Ja. We gaan Olivia wakker maken. Kijk, deze schoentjes die ze heeft binnengekregen. En ik heb deze. Dit is zo lief. Leuk, hè? Echt heel cute. Dit zijn mijne. Die zijn ook heel leuk. Oh, ik heb geen roze. Oh, wat cute. Maar die zijn wel met een lint ook. Wat leuk. Dat lint is echt leuk. Ja. Maar vooral voor baby's vind ik dat leuk. Ja, ik ook. Maar ik vind ze best wel leuk, hoor. Ja, ik ook. Ja, lijkt me zo poepig. Maar ik vind die van Olivia nog leuker. Ja, die zijn echt het leukst. Kom, we gaan. Yes. Wat heet een pukkenbaby? Bibi en ik zeggen elke dag, ik wou dat ik een pukkenbaby had. Kijk deze meid, ze komt net uit bed. En je hebt nog meer tandjes gekregen, laat eens je tandjes zien, schat. Ja! Lieve knappie. Word je elke dag mooier. Oh, ze is zo'n schatje. Ja. Ze begint nu echt een mensje te worden. Dat is echt niet normaal, hè? Want ze had ook van die rolletjes, van die vetrolletjes in haar nek. En ze heeft nu echt spiertjes in haar nek. Oh, het is echt een mensje. Je bent een mensje. Een mini-mensje. Mag ik jou zijn? Ja. En zo'n zak hebben ook. Ja. Het is helemaal zo zacht fluffy van binnen. We gaan haar uit de zak halen. Maar dan gaat ze alleen boos worden. Kom maar, we pakken je uit, kleine baby. Kijk, die liggen. Wat een schatje. Echt zo'n prinsesje.
Ik had er ook heel Nou, dit is niet normaal. Ze groeit zo hard. Ze heeft gewoon benen. Het zijn niet eens beentjes, ze heeft gewoon benen. Echt benen ook stinken of zo. Same here. Oh, wat een liefie ben jij. Oh mijn god. Kijk, een paar shirt is een afbeelding van... Dit is Olivia en dit is haar moeder. Ah, is dat mama? Mama en Olivia. Dat is lief, hè? Nou, ze gaat zwaaien naar... Ja. Doe maar tata. Tata. High five. High five. High five. Was ze zo knap. Ik was net eventjes bij Noor. Ik moet zeggen dat ik niet zo bruin ben van de zonnebank wat ik normaal heb. Normaal gesproken is het echt nog een leveltje erger. Maar ik dacht dat Olivia de bed niet meer uitkwam. Deze meid slaapt gewoon overdag rustig 3 uur. Maar gelukkig. Toen ik wegging, toen gingen we nog even de kamer in. En toen was ze wakker. Dus ik heb haar nog even kunnen knuffelen. En nu ga ik richting huis. Dan ga ik die plantenzooi neerzetten daar. En dan ga ik eventjes douchen, mijn haar wassen. En dan ga ik wimper extensions zetten. Dus dat is mijn planning voor nu. Ik heb een nieuwe spiegel gekocht. Die ga ik straks eventjes uitpakken. En ik ga nu even in bad liggen. Ik ben zo walgelijk. Ik heb net eventjes gedoucht en mijn haar gewassen. Nu heb ik deze trui aan van Subdued. Deze broek van Hollister. En mijn Nike's. Ik ben echt een zwervertje. En ik heb mijn avondeten. Het is 4:45. Dus het is nu 5:00. 4:45 heb ik afspraak voor wimpers. Ik heb gewoon geen tijd om eten te halen of whatever. De combi van chips en Red Bull is zo lekker. Het is zo slecht. Ik ben echt... helemaal gek aan het worden. Ik was gewoon op tijd van huis gegaan. Ik kom in de dikste file ever op de snelweg. En nu stuurt mijn navigatie weer binnendoor. Ik kom gewoon een half uur te laat. Ik zit al 3 kwartier in de auto. Voor iets wat 10 minuten van mijn huis vandaan is. Ik ben nu echt heel rustig. Ik heb net echt kaart te schreeuwen. Ik ben echt totaal niet rustig. Ik heb net mijn wimpers laten doen. Dus die zitten er weer op. Daar ben ik heel blij mee. En toen heb ik me omgekleed en mijn make-up gedaan en mijn haar gesteld. En nu ga ik Kai ophalen. Kai Nambiar. Ik ga echt met te veel Kai's om. Kai van de Ree, Kai Gorgels, Kai Nambiar. En daarna rijd ik weer terug naar huis. Want Stanley die is... Oh, wat twijfelt er bijna uit. Stanley is zoals gewoonlijk nog niet klaar op de afgesproken tijd. Kan echt niet. Hij is altijd te laat. En dan gaan we richting Hilversum. En mijn beeld stelt niet scherp. Super vervelend. Oh ja, zo doet dit beter. En dan gaan we naar Hilversum. En dan gaan we naar de Roast of Gordon. En dat vind ik zo leuk. Voor de mensen die het niet kennen. Het is van Comedy Central, The Roast Off. En dat hebben ze bijvoorbeeld ook met Justin Bieber gedaan. En dat betekent dat mensen eigenlijk gewoon Gordon gaan roasten. Dus gewoon gaan kapotmaken. Met grapjes, met woorden. En dat was dus ook bij Justin Bieber gedaan. En nu wordt dat vanuit MTV, ja, vanuit Comedy Central, wordt dat gedaan bij Gordon een avond. En ja, ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik ben benieuwd of hij goed dingen kan incasseren of juist niet. Of weet je, ik ben er echt, ja, ik heb er echt veel zin in. Ik heb Kai opgehaald. Hoi. En we wachten nu op Stanley. En we hebben er zin in. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat zijn. Het is voor mij net als die Amerikaanse show. Ja, maar ik ben dus bang dat die minder hard wordt in het Nederlands. Maar aan de andere kant, in Nederland heb je ook wel echt kan je scherp woordgrappen maken en zo. En Gordon is ook wel echt hard volgens mij. Ja. Ik ben eerder benieuwd naar de comeback dan naar alles wat ze tegen hem gaat zeggen. Wat is een comeback? Oh, dan gaat hij ze pakken. Dat hij terug gaat zeggen, ja. Oh ja, oké. Nee, ik heb er ook wel zin in. Dan wel een beetje zin. Kunnen we daar ook eten? Ja, ik heb dus honger. Ik heb nog niet gegeten. Top. Ja, ik hoop dat er eten is. Dit is mijn tweede vlog. Appearance. Echt? Ja. Wanneer was je eerste? Ook met jou. In de auto volgens mij. Oh ja. Tijdens MC Music Week. Oké, Stanley komt de auto binnen. Stanley komt de auto binnen. Wat heeft Stanley bij zich? Wat heeft Stanley bij zich? Oh ja, dit is de uitnodiging van de Gordon Roast. Het is zo grappig. Top, ja. Ik zag hem bij jou op je Insta-story. Ik ging helemaal stuk. Bij mij? Nee, bij Kai. En dan maak je hem open. Oh, dit is wel leuk. Ja. Dus een middelvinger. Eerst de middelvinger. Dan heb je daarna dit. Dit is zo top. Ik
kan het niet in woorden. Ja. Spiegel. Een spiegel met coke. Oké. Goeie voorbeeld, Gordon. En hier, Gordon, mijn grootste hit. En als je deze in de speler doet, dan hoor je niks. Heb je dat ook echt geprobeerd, ja? Nee, dat hoorde ik van Marlin. Oké. Okay. Oh, ik vind het zo tof. En? Hoe ben je al lang dat gepasseerd? Oh, ja. Oh, wat leuk. Mijn play button. Oh, wat leuk. Ik heb hem eindelijk. Yes. Wat is het? Dit is mijn... Je klapt gewoon. Dit is mijn play button voor 100.000 abonnees. Je hebt toch veel meer? Ja, klopt. Het heeft heel lang geduurd. Is het zo van, dit is je medaille. Je hebt op 5e avond 4-daagse gelopen. Het is wel mooi. Dus wat is het? Het is zilver of zo. Ja, en bij 1 miljoen krijg je goud. Oké. Dus op naar 1 miljoen. 750.000. Oké. Okay. Goeie managers, hè. God, op naar Hilversum. Ja, hij komt elke dag met cadeautjes. Ja, elke dag. Zo'n manager wil ik ook. Ja. Alleen maar cadeautjes. Alleen maar cadeaus. Kijk, ligt die Gordon Bros hier. Zo. Deze weer hierin. Nou, let's go. Let's go. Ik ben wel heel benieuwd. Naar Gordon. Hoe hard hij aangepakt gaat worden en hoe goed hij kan incasseren vooral. Ik heb weer wimpers gezet, zie je het? Moet ik dat zien? Ja, Paola heeft het toch ook? Ja, maar ik zie die shit gewoon niet, joh. Was het eraf dan? Ja, ik plakte altijd. Nu is het permanent. Permanent? Dat je ermee kan slapen, wat Paola ook doet. Maar jij kon er niet mee slapen? Nee, ik trok het elke keer weer eraf en dan daarna denk ik het weer op. Met wat? Nee. 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 Lijkt me wel mazig om jou te zien. Toch? Helemaal niks doen. We zijn aangekomen bij de studio waar het allemaal gaat plaatsvinden. En ik heb er zoveel zin in. Welkom bij de Rose of Gordon. Mijn naam is Arie Koop, ik ga een paar dingetjes uitleggen. Dat is misschien wel zo handig dat ik het eventjes doe. Voordat we gaan beginnen, even zet de telefoon uit. Ik vind het nu al leuk. Ook al is het heel belangrijk, ze zijn toch meestal heel de week vandaag. Hou mijn telefoon even lekker aan. Namens Jurgen Rijman en ik wil jullie hartelijk welkom heten op deze bijzondere avond. De roast van Gordon in Studio 21, of zoals Gordon wil, studio net iets te oud. Ja. Bereid voor op zo'n avond hadden eerst moeten we 8 mensen vinden die een uitgesproken mening hebben over Gordon. Nou, dat was geen enkel probleem, dat kan ik u vertellen, want we moesten echt gaan schiften. Ja, maar laten we eerlijk zijn, Gordon is een televisiepersoonlijkheid, een komiek, een zakenman, een entertainer, maar Gordon is toch vooral Gordon. Ja, precies. En vind maar iemand die niet iets van hem vindt. Nou, dat terwijl de beste man er bijna niet meer geweest was. Ik weet niet of je het weet, maar vorig jaar werd Gordon bijna doodgereden in Griekenland. Kom op jongens. Oh. Ja, goed zo. Ja. Dan geef je met z'n allen een behoorlijke zak financiële steun aan de Grieken en we krijgen ervoor terug prutswerk. Ja, als we het nog hebben over een Griekse tragedie, dat was het dus. Bij de Amerikaanse roos komen allerlei vrienden van het slachtoffer aan het woord en collega's die fijn met hem hebben samengewerkt. Aangezien hij geen vrienden heeft en er niemand is die ooit fijn met hem is samengewerkt, is het dit stelletje veebakkers geworden. Ja. Bakkerij is die heb je de afgelopen 30 jaar gewoon niet opgelet tijdens de integratie. Maar, lieve mensen, er zijn vanavond ook 2 grote namen van de radio. Oké, dus gezien heeft Sander Lantinga en Erik de Zwart. Zwart-wit was. Fijn dat je nog hebt gered hier. Gekregen dat je nu je schaamhaar in de vorm van een smoking hebt gekant. Ja, dat... En je zou niet zeggen, maar Gordon is vervet hardloper. Hij liep ooit de Dam te Dam loopt. Naar eigen zeggen, binnen de 2 uur zijn precieze tijd 1 uur en 368 minuten. Gordon, je bent... Ik kan het niet vergelijken met iets, want het
eens van wel te leven. Ik ben weer thuis van de Gordon Roast. En ik had er echt, ik kijk er zo naar uit. En ik moet zeggen, Sander Land, ik ga die begonnen. Dat was een goed begin. Alleen, ja, nou ja, had ik eigenlijk niet zo op aan te merken. Ik vond vooral ook Bravo Neger, ik kende hem niet. Maar hij was echt best wel grappig. Maar misschien juist omdat ik misschien dacht dat hij niet zo grappig zou zijn, was hij echt mega grappig. En hier vond ik nog meer vet grappig. Ik vond Bridget Maasland leuk uit te komen. Ik vond Sofie Hilbrand heel sterk. Ik vond Erland van RTL vond ik echt. Zijn timing was echt on point. Ik heb het idee dat ik iemand vergeet die heel grappig was. Het was gewoon allemaal wel heel leuk. Het was echt fantastisch. Ik ga nu lekker slapen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag morgen weer. Doei!